Hallo daar beste kijkers, daar ben ik weer Mr. Speedy en vandaag heb ik hartstikke goed nieuws voor jullie. Zoals je ziet speel ik nu Battlefield 3. Gisteren was de laatste dag van de actie voor 50% korting en shizzle, dus heb ik nog op tijd Battlefield 3 kunnen aanschaffen voor een vriendenprijsje, zou je kunnen zeggen. En ik heb net een paar testjes gedaan qua geluid en zo en hopelijk staat het geluid nu niet veel te hard. En kunnen jullie mij gewoon horen praten? Dus, ik speel nu een potje Rush. En ja. Oké, ik heb niet zo heel veel te zeggen. Wel een paar dingetjes, maar... ja, ik heb dus Battlefield 3. Ik heb het een paar potjes gespeeld. Ik ben nu een beetje random aan het rondlopen in een huisje. Ik weet niet waarom. Ik heb het een paar potjes gespeeld. En het eerste potje ging er gewoon verschrikkelijk. En daarna ging het wel beter. Maar ja, dat was een schrijf granaat. Fuck. Dus ik weet nu een beetje hoe het werkt en dat soort shit. Dus dat is wel mooi. Nou, waarom ga ik ineens Battlefield 3 spelen? Nou, Battlefield 3 is gewoon een leuk spel. Dat moet ik maar. Holy shit. Lol, ik liep een beetje vast. Meat shield. Stop. Oké, snel. Loop. Cocaïne doos in. Oké, dus die hele heeft problemen. Oké, dus Battlefield 3 is gewoon een vet spel en ik wou het eigenlijk al eerder kopen en dit was een extra aanleiding die me ertoe overtuigd heeft, zou ik kunnen zeggen. Surf. Ja, er was. Kom, snel, eerst. Ik denk. Ja, disarm de bom. Nee, oh, ik moet hem houden. Ah, disarm. Snel. Yes. Oh, dat is een teammate. Yeah. Holy shit. Oh, dat was echt een lag spike. Waar komt dat vandaan? Sorry, ik moet healen mensen. Je zoekt het maar uit. Ik heb de vorige gered. Jullie zijn nu aan de beurt. Dus, Battlefield 3 is gewoon een vet spel en ik wou het al eerder kopen. Dit was een goede kans aangezien jullie het ook wouden zien. Ik had al een beetje eerder dat gespeeld op de PlayStation. Dat vond ik wel vet. Oh fuck. Oké. En aangezien het nog tiener was, is dat een mooi prijsje voor een goed spel. Ah! Kut. Dus, heb ik Battlefield 3 gekocht en daar ben ik heel blij mee. En dat is één van de door jullie gevraagde games. Dus, alsjeblieft. Ja, wat nog meer? Ik ga nu dus, ik speel een potje Rush, zoals ik al zei. Even kijken. Wat kan ik meer zeggen? Ik ben er niet echt goed in en zo nog. Dus, niet gaan schreeuwen als ik fucking faal of zo. Kan ik nog niet veel aan doen. Het komt vanzelf wel. Oh, rij me niet aan, wil je? Oké. Nou, wat er verder nog gevraagd is, was om random class generator te gaan doen. Voor Black Ops 2. Ik heb daar wat naar gekeken en ik vind het wel grappig. Het is een leuk idee en er is een website van die dat doet. Dan voer je level in en dan kan je kiezen welke klasse je wil. Dan kan je. Ah jezus man, ik kill echt helemaal niemand. Je krijgt een de keuze voor een level. Je kan een level. What the fuck heb ik? Je kan een level doen. Je voert je level in. Vervolgens kan je kiezen of je een altijd een primary doet. Of je al je punten opmaakt. Oh fuck. En of je alle 10 punten. Of je DLC hebt. Oké, ik schiet gewoon random. Wat niet echt handig is. Oké, ik ga P-rescue. Oh, ben ik klaar? Oep. Waar zijn we? Een
beetje skeren gameplay. Nou, misschien ja, eigenlijk bij gameplay en commentary, aangezien ik nog niet echt gewend ben aan Battlefield. Ik vind het wel erg vet dat alles zo min kapot kan en dat soort shit. Heel leuk. Dingen dingen zien stuk gaan. Dus zoals ik al zei, daar komt nog een video van. Je krijgt gewoon een random class met wapens en attachments en... Fuck! Je krijgt het gewoon ingevoerd. Of je krijgt gewoon zo'n hele loadout en je kan het gewoon kopiëren. Het enige probleem wat ik ermee heb ondervonden, of enige jammeren is... is het feit dat ze attachments geven voor wapens die je soms misschien niet eens hebt. Oh. Omdat stel je bent nog niet wapenlevel zoveel, dan Oké. Maar ja, zeg. Oké. Dus we houden gewoon dit gebouw hier vast. Wat niet echt de bedoeling is, maar alweer. Het is dus gewoon jammer dat ze random classes geven, terwijl je wapen misschien niet dat level is. En daardoor kan je zeg maar de class niet aannemen. Of dan kan je die class eigenlijk niet doen. Dat is wel een beetje problematisch. Hop, gooi die charge. Disarm. Dat ding. Een dude, een dude. Ah, frag. Ah. Oké, what the fuck, gamer. Oké, even hier. Yeah. Oké. So, that's cool. Ik ben geheeld. Gaan we even hier kijken. Ik ken deze map totaal niet. En ik ken bijna alle maps niet. Ik heb er maar 2 gespeeld. Of nee, 3. Dus verwacht niet veel van me. Ik hoop dat je wel kan verwachten dat ik steeds beter word in de video's. Maar naarmate er meer video's komen, dat ik dan beter word in Battlefield. En hopelijk worden de volgende video's ook wat gezelliger. Dan kunnen we samen gaan spelen met wat mensen. Dus, hier is Battlefield. Die class generator ding komt ook nog. Binnenkort, deze kant hier nog. Ik ga rushen. Ik ga gek doen. Als ze hier ergens vaststaan. Ik is op kampen en dan uit ze van hier zo aan. Oh. Oh, assist. Nice. Het is niet echt slim wat ik nu doe, maar fuck dat. Fuck slim zijn. Enemy AT soldier has been spotted in your area. Fuck slim zijn. Ze hebben toch al zo wat verloren. Ben ik net zo goed dood gaan. Toch? Nee, 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 wat was dat? Nou, dan, jullie willen ook dat ik FIFA ga spelen, heb ik begrepen. Nou, is FIFA niet echt mijn favoriete spel en ik heb FIFA niet. En FIFA is niet echt zo in de aanbieding ofzo. Dus... voorlopig... No, the charge! Voorlopig zal er geen FIFA komen op mijn kanaal. Dit zou kunnen veranderen. Zag ik daar nog iemand? Yep. Nee, here are your meds. Ja. Nee. Ik moet het echt sneller kunnen. Dus dit is gewoon... Hallo. Dood aan jou. Nee! Waarom helpt niemand me? Wat is dit? Ik heb mijn leven geofferd. Ik ben dood gegaan. Nee. Oh, nee. We hebben gewonnen. Yay, we hebben gewonnen. Nou... Oké, dit was dus een hele vage ding. FIFA komt voorlopig nog niet. De rest kan nog wel komen. Ik heb verder nog niet veel gezien. Hier is dus Battlefield. Ik ben er nog niet zo goed in, maar er komt meer.
En hopelijk vonden jullie het leuk. En oeh, ik ben level 2. Sprint, vet. Dus ja, dankjewel allemaal voor het kijken. Laat een like achter op deze video als je het leuk vond. En laat in de comments achter, geef me maar wat tips voor Battlefield. En dan zie ik weer de volgende keer. Later.